Ja, ik ben al donor. Ik heb mezelf opgegeven. Alles wordt gedoneerd. Over minder dan een half jaar is het zover. Maak je geen keuze, dan ben je automatisch orgaandonor. Maar dat is nogal wat. De overheid krijgt ineens de zeggenschap over je eigen lichaam. We zijn hier in Wageningen en ik ga vragen aan de mensen wat zij van deze verplichting vinden. Mevrouw, als u geen keuze maakt, dan bent u per 1 juli automatisch orgaandonor. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het wel goed. Ik denk dat mensen hier ook sneller over hun keuze gaan nadenken. Dat vind ik een bijzondere ingreep in de privacy. Ja, ik wil dat dus niet en ik heb het al geregeld. Heel goed, ja. Ik ben mijn hele leven al orgaandonor. Ik ben het zelf dus nog niet, maar dat is dus omdat ik dus de hele tijd vergeet dat ik dat moet invullen. En dames, denk ik beter dat ze het op deze manier doen. Heel veel mensen die vullen dat nu niet in. En ja, dat zijn heel veel onbenutte kansen, denk ik. Het is geen krenterigheid dat ik met alles het graf in wil. Maar ja, je weet nooit in welke situatie je gaat. En als het een acute situatie is en mijn familie moet beslissen, dan ik wil ze daar niet mee opzadelen. En ik wil niet dat het eruit genomen wordt. Ik wil rustig over kunnen gaan. Vindt u dan ook niet dat de overheid een beetje te ver gaat? Hè? Want eigenlijk krijgen zij de zeggenschap over je eigen lichaam als je geen keuze maakt. Als ik een keuze maak, dan maak ik die keuze zelf. En hier is in feite al een keuze voor mij gemaakt. Als zij dat niet zouden doen, dan mensen niet in staat zijn om zeg maar zelf een keuze te maken. Mensen zijn vaak lui, hè? Gemakdienstmens. Dus als mensen dan automatisch gewoon donor zijn, als het ze toch niet uitmaakt, dan is dat beter dan als ze niet donor zijn automatisch. Je bent heel vrij om een keuze te maken en je wordt er goed genoeg over geïnformeerd. Dus ik denk, maak dan een keuze en laat het er niet bij zitten. En ja, dan denk ik dat de overheid eigenlijk doet wat hij doen moet. Nee, het doel heiligt niet de middelen, omdat je dus dan op dit moment in de wezenlijke privacy en de beslissingsrecht van de mensen komt. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant is het ook, de keuze ligt nog steeds bij jezelf. Want je kan nog steeds zelf invullen dat je het niet wil. En wat is voor u de reden eigenlijk om al vanaf zo'n jonge leeftijd orgaandonor te zijn? Eigenlijk dienstbaar zijn voor de mensheid. Als ik weg ben, dan heb ik liever dat ik iemand kan helpen met mijn organen. Ik weet niet zo goed waar het onderscheid in ligt, zeg maar. Tot waar het naaste liefde is en ja, of dat mag van God, zeg maar, vind ik best wel een lastige. Ik vind het belangrijk dat ik mensen een kans kan geven voor bijvoorbeeld zo'n nier of whatever. Dat is iets van het geloof natuurlijk, hè? Dat je mensen helpen gaat en steunen gaat natuurlijk. Mijn ouders weten dat ik het eigenlijk wel heel graag wil. Dus ik denk dat ik de keuze aan mijn ouders laat. Ik denk wel dat het een verschil maakt in welke omstandigheden het gebeurt, zeg maar. Omdat ik graag zou willen dat andere mensen het ook voor mij zouden doen. Dus als er mij wat zou overkomen, zou ik het heel fijn vinden als andere mensen het voor mij willen doen. Stel nu, iemand heeft een orgaan nodig en die ontvangt hem dan ook. Zou diegene dan ook verplicht moeten worden om zelf donor te worden? Wat denk je daarvan? Het ontvangen is geen visitekaartje om het weer te geven, door te geven. Iedereen heeft recht op een kans om toch gered te worden, denk ik, met een orgaan. Ja, dat is een eigen keuze, hè, natuurlijk. Hè? Alleen, het is natuurlijk wel storend dat degene die niet willen, dat die wel bovenaan een lijst staan, natuurlijk. Hè? Dus weer een verplichting eraan die... Nee. Ik hou niet van verplichtingen. Ik denk dat dit een persoonlijke keuze is. Ja, ik denk wel. Ik vind het een wederkerigheid. Ik zou het wel heel fair vinden, maar ik ga altijd uit van eerlijk en niet van moeten. Ja, ik denk het wel. Dat als je iets wil aannemen, dan moet je ook bereid zijn te geven. Dat gaat ver. Want nu is het ook geen verplichting om donor te zijn. Sowieso mensen dingen verplichten over je lichaam, dat gaat wel ver. Andersom is het eigenlijk ook, als ik het nodig heb, dan sla ik het af. Als het einde van het leven er komt, dan zal ik dat nemen. Ook als dat nu is.